We zijn hier in de oude voedselbank Moestuin aan de Zwaluwestraat in Almelo. En dat is ongeveer 2000 vierkante meter groot, iets meer, wat we bewerken als Herenboeren Almelo. En wij zijn een boerderij in oprichting, een professionele boerderij, waarin we natuurinclusief voedsel gaan produceren. Wat is dat? Natuurinclusief betekent dat je voedsel produceert, uit de bodem haalt, maar dat je ook evenveel weer teruggeeft aan de bodem, aan bemesting en compost. Dus in balans met de natuur voedsel produceren. Daarvoor hebben we dit tijdelijke veldje van Beter Wonen mogen lenen. Voor 2 jaar mogen we dit gebruiken. En wij bewerken de grond, we houden de terrein een beetje op orde en we komen hier regelmatig bij elkaar en zo leren we elkaar goed kennen. En zo bouw je dus een gemeenschap op die met ongeveer met dezelfde geest, dezelfde zienswijze probeert voedsel te produceren. En waarom doen jullie dat? Omdat de huidige landbouw juist heel veel uit de bodem haalt en heel weinig teruggeeft. Die hele stikstofdiscussie in het nieuws, die kent u wel, stikstofwet en zo. Dus de huidige landbouw met pesticiden, bestrijdingsmiddelen en met kunstmest is eigenlijk de dood in de pot voor de bodem in Nederland. En daardoor verdwijnt een groot deel van het insectenleven. En als het insectenleven verdwijnt, dan verdwijnen ook alle diertjes die dus afhankelijk zijn van die insecten. Vleermuizen en vogeltjes en zo. Dus dan krijg je een verarming van de biodiversiteit in Nederland. We krijgen een professionele boer. Waarschijnlijk iets meer dan 1 boer. En die zal voor ons het dagelijkse werk doen. De verzorgen van de dieren en alles. En alle herenboeren die lid zijn. Er zijn samen in de hele gemeenschap ongeveer 500 monden. Dat blijkt dus nu ongeveer bij de andere herenboerderijen die er al draaien. 16 stuks in Nederland. Blijkt ongeveer 80 tot 100 mensen structureel wekelijks mee te werken op de boerderijen. Als je nou die contributie betaalt en die 2.500 hebt geïnvesteerd. Wat krijg je daar dan voor terug? Dan krijg je dus veel goedkopere groenten als dat je dezelfde groentetas moet halen op de markt of bij een ecoplaats of een supermarkt. Maar we zijn in ieder geval concurrerend qua prijs. Op het moment dat wij voldoende zelf meedoen in de oogseizoen en in het zaaiseizoen, dus gratis hand- en spandiensten verlenen, dan blijven we ver onder de marktprijs. En hebben we dus schoon voedsel, seizoengebonden voedsel, waar geen plastic in zit, waar geen vervoervuiligheid achter zit. Dus het is gewoon heel erg gewetensvol en schoon voedsel. We hebben alles ingezaaid. We hebben wat late groenten en late aardappelen gekozen. Dus we hopen op succes. Alleen de droogte werkt nu niet helemaal mee. Dus we zijn een beetje aan het beregenen. En we hopen de boel schoon te houden. Maar het wordt wel een succes. Alleen wat later dan een normale moestuin. Ja,